In de middeleeuwen werden soms maffe feestjes gehouden. Zo was er de ezelsmis, ook wel zottenmis, kindermis, narrenfeest of het feest van de kinderbisschop genoemd. In heel Europa waren daar varianten op. Meestal werd dat gevierd op 3 januari, de dag van de besnijdenis van de Heer. In het Latijn, in die circumcisionis. Het kwam erop neer dat de rollen voor één dag omgedraaid werden. Een gewone mens, of zelfs een kind, mocht dan bisschop zijn. Tot op vandaag bestaat er nog zoiets in kloosters, waarbij de jongste novice mag beslissen wat er op tafel komt. En hij staat dan ook een extra kwartiertje recreatie toe. Maar in de middeleeuwen ging het er niet altijd deftig aan toe. Er werd gegeten en gedronken tot op het altaar. En men verbasterde de liturgische gezangen zowel qua melodie als qua tekst. Het werd zo erg dat de bisschop meestal het feest verbood. Zoals in Brugge in de 15e eeuw, waar Gilles Joye in Kortrijk geboren, die niet alleen kanunnik, maar ook dronkenlap, vrouwenhek en messentrekker was, in staking ging uit protest. Uit het begin van de roman, De Bultenaar van de Notre-Dame van Victor Hugo, leren we dat de Vlaamse gastarbeiders die meebouwden aan de kerk ook het werk neerlegden als verzet tegen de afschaffing van het feest. In Beauvais deed men er nog een schepje bovenop. Men bracht tot aan het jaar 1253 een echte ezel de kathedraal binnen en bond het dier vast op de stoel van de bisschop, met nog een meter op zijn kop. En men zong daarbij Kyrie-i-a, Kyrie-i-a. Op het einde van zo'n dienst haastte iedereen zich naar buiten, want de laatste werd zijn broek afgetrokken. We horen nu een fragment uit de ezelsmis van Beauvais uit de 13e eeuw. Solemnis erguas in me.